Hey jongens, jullie kijken hier heel even naar een recap, oftewel een samenvatting van aflevering 2 die ik voor jullie had opgenomen. In aflevering 1 zei ik het al, jullie kijken naar een noob die Minecraft speelt. En dat komt hier ook weer eens goed naar voren, want ik was vergeten mijn audio op te nemen. Het zal niet de eerste keer zijn dat het gebeurt in een video van mij. Maar ik ga jullie toch heel even laten zien wat er in aflevering 2 gebeurde, want het was nogal spraakmakend. Ik was niets vermoedend aan het laten zien aan jullie dat ik buiten de aflevering om een beetje was doorgegaan met het gras maaien, met een mijntje graven. En dat ik naar mijn idee uranium had gevonden op Madagaskar. En precies op dat moment hoorde ik een luide knal boven. Ik ging kijken en bomen stonden in de fik. En nog een boom en nog een boom. En precies toen ik me omdraaide was er een enorme knal. En ontstond er een soort van grote krater midden in mijn eiland. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar ik vermoed dat dit iets te maken heeft met de tweets van David. Deze tweets inderdaad. Waarop toch wel een soort van dreigende toon zat dat hij na mijn soort startersbescherming mij een bezoekje wilde brengen. We're in the endgame now. Vervolgens heb ik hem eigenlijk een kwartier lopen blussen. Alle bomen staan blussen als een idioot met een schep. En uiteindelijk was het weer rustig op het eiland. Toen heb ik een moment gepakt om een soort van hekje te maken. Nou, niet al te groot, maar gewoon een soort klein hekje om wat dieren in op te sluiten. En heb ik als een echte kippenverluisteraar met zaad in de hand kippen staan lokken naar mijn boerderijtje. Dat is eigenlijk wat ik in aflevering 2 heb gedaan. Heel erg kort samengevat. Dus laten we ook vooral verder gaan. Dit zou aflevering 3 zijn geweest, maar is dus aflevering 2. Veel kijkplezier. Goed, daar zijn we dan. Aflevering 2... jullie hebben net het stukje gezien wat dus niet was opgenomen. Super jammer. We zijn alweer ietsjes later. Ik heb hier een pad aangelegd zoals jullie zien. Ik heb hier zo een soort oneindige waterbron neergezet zodat we een farm kunnen bouwen. Hier zo is de mijn uiteraard met het waterplasje daar beneden. Zodat we gewoon lekker snel naar beneden kunnen. En we hadden natuurlijk kippen, maar sad story. Ik weet niet wat ermee gebeurd is, maar ze zijn dood. Ik blame David. Er zijn nog geen muren, dus je kan gewoon hier lopen en bam bam bam. Zo, alle kippen gewoon dood. Dit is mijn vraag. Hoe maak ik in godsnaam brood? Of eten hiervan? Want ik wil gewoon zelf eten maken. We gaan een farm aanleggen, maar als we vervolgens niks kunnen verbouwen, ja, wat hebben we er dan in godsnaam aan? 6 iron? Die zetten we neer. Het klonk alsof er... Echt, ik word in de gaten gehouden. Ik word... Huh? Wat? Hallo? Bedankt. Ik schrok wel van je. Nou, ik ben hier heel... Oh, ik viel hier bijna in het gat. Oh, ik had een vraagje. Nou, dit gaat waarschijnlijk dat hij zich bij me wil voegen. Ik ben al even op zoek naar het team. En nu was mijn vraag of u mensen zoekt. Ja, hoe gaan we dit eens netjes verwoorden? Wat gebeurt hier? Wow, dankjewel. En verzorg je wonden, die kunnen snel ontsteken. Ja, dat is zeker waar. Ik moet hier echt even naar kijken. Mijn kleren een beetje fixen natuurlijk. Nou, hij gaat weer verder. Hij is even op doortocht. Ik hoop niet dat hij mijn kippen vermoord heeft trouwens. Dat zou natuurlijk ook gewoon goed kunnen. Goed, mijn plan voor vandaag was eigenlijk om... We waren hier natuurlijk bezig met iron smelten ook nog. Dat moeten we natuurlijk ook gewoon eventjes blijven doen. Mijn plan voor vandaag was een farmpje aanleggen. In ieder geval beginnen aan een muur. En mijn plan was om de muur langs deze lijn te leggen. Zo hier. Zodat we in ieder geval 2 verdiepingen aan land beschermd hebben. En vervolgens kunnen we eens gaan nadenken over een muurtje langs deze lijn. Maar dat we gewoon langzaam ons landje uitbreiden. Zodra we iets veilig hebben gesteld, is dat sowieso al een win. Maar we beginnen gewoon even met een farmpje. En die wilde ik eigenlijk hier zo, op dit stukje. En hier zo, om de mijn heen aanleggen. Maar dan denk ik dat het wel handig is om rondom de mijn even deze hekjes te plaatsen. Dat het wat veiliger is. Al waren die hekjes nou niet echt heel erg goedkoop en makkelijk om te maken. En mijn houten bel is kapot. Dus die moeten we dan ook weer eerst maken. Dus... Nou, dat kost allemaal wel weer eventjes wat tijd. Maar laten we het maar gewoon doen, toch? Volgens mij was het zo. Oh, zie je?
Kan ik nog überhaupt een bel maken, jongens? Oh jee. Nee. Ik heb niet meer genoeg hout voor stokken. Oh, dit is heel jammer. Nou, dan gaan we maar gewoon beginnen met de farm. Wat mijn plan was... was om hier gewoon... rustig een soort grachtje te maken. Ik graaf wel even die dingetjes uit en dan zie ik jullie zo. Oh, nou, hè? De ho is ook kapot, dus we moeten het eigenlijk doen met dit voor nu. Dus ik ga gewoon heel eventjes zaden. Zo, nog 2 over. Nou, die ga ik hier nog niet planten. Dan ga ik die eerst nog bewaren voor de kippetjes. En we kunnen die toch nog niet afmaken. Dan moeten we eerst wachten totdat we weer een ho hebben. En we hebben helaas alleen maar pickaxen. Alleen maar pickaxen ook. Waarom heb ik niet gewoon wat hout bewaard voor stokken? Hè, wat naar, wat vervelend. Oh, ik schrik van alles momenteel. Maar dankjewel voor de credits. De muur loopt gewoon daar langs. Maar nee, ik wilde dat stukje ook hebben. Oh. Kevin, wat ben je toch weer fantastisch bezig. Plons, zeiden we. Goed, zullen we... kijk, wat ik nu een beetje heb gedaan is... Ik heb een soort gangenstelseltjes en die hak ik gewoon steeds iets verder uit. Zullen we dat gewoon voortzetten? Ik denk dat dat voor nu een goed idee is. Dan kunnen we altijd op een gegeven moment naar die kant op of naar beneden. Maar dat we gewoon eerst heel even lekker wat doorgangetjes gaan hakken. Laten we dat gewoon als eerst doen. Zo, laat er licht zijn in de duisternis. En dan zien we ook gelijk dat hier wat oors hangen. Dus dat is mooi. Dus die hakken we weg. Kijk, lekker wat iron hoor, hebben we op ons eiland. Helemaal niet verkeerd. Ik denk dat op ieder eilandje wel wat iron te vinden is. Anders kun je natuurlijk nooit echt heel ver komen met je tools. Ik heb geen idee of het zo werkt hoor. Maar wat ik dan wel netjes vind is dat we het even wel terug dicht maken. En dan hakken we deze weg. En wat hebben we hier? Kan ik dit weghakken of verdwijnt het dan? Ik heb hier mijn twijfels over. Gaan we doen? Oké, dit was kwarts. En dan gaan we gewoon verder. Oh, kijk. En dit is dus... Ik weet niet wat dit voor oor is. Maar deze probeerde ik vorige keer weg te hakken. En toen verdween die gewoon. Dus nu laat ik hem liggen. Want volgens mij hebben we hier een betere pickaxe voor nodig dan deze. Correct me if I'm wrong, dames en heren. Maar deze blauwe kunnen we wel weghalen. Dat is natuurlijk die nikkel. Maar deze moeten we denk ik even laten liggen. En dan zien we dat hier wederom een roze blokje hangt. Ik ben echt heel benieuwd wat dit is. En of het zeldzaam is. En of we blij moeten zijn dat we dit hebben. Goed, 2 roze blokjes aan het uiteinde. We gaan gewoon naar een gangetje verder. Waarom heb ik het idee dat er mensen alsnog hier rondlopen? Ik ga me echt doodschrikken als er in één keer iemand om de hoek komt. Ik zag iron hier. Dus we gaan de iron even weghakken en dan gaan we gewoon weer even naar het andere gangetje. Hier zit ook lekker flink wat iron. Lekker. Oh. Come to daddy. Alsjeblieft in de comments, als jullie een idee hebben over hoe ik het beste weer eventjes aan een bel kan komen. Zodat we weer wat hout kunnen hakken. Zodat we weer verder kunnen, want dit is natuurlijk een probleem. Dan hoor ik het graag van jullie, want ik moet zorgen dat ik voor deze week een muur heb. In mijn eentje. Want anders komt David eraan, als die startersbescherming klaar is. En dan hebben we natuurlijk een probleem. Ik dacht eerst lapis lazuli, maar dat is het niet. En als ik het weg probeer te hakken, verdwijnt het. Dus dat moet ik waarschijnlijk ook met een betere pickaxe doen. Dus nou, laten we die kool nog maar meenemen. Maar die blauwe laat ik dus wederom liggen. Dus ik laat een uranium liggen. Deze blauwe. Die 2 roze. En wellicht dat we die binnenkort met betere spullen kunnen gaan minen. En nog 1 donkerblauwe. Nou, we hebben hier nu best wel wat ores liggen waar ik volgens mij betere spullen voor nodig heb dan een stenen pickaxe. Dus ik hoor graag van jullie wat daarvoor nodig is. Dames en heren, wat ik nog even ga doen is de stenen die ik nu heb, een groot deel daarvan in ieder geval, langs de omheining zetten, zodat ik een beetje weet hoe ik mijn muur wil gaan planten. Dat ga ik even buiten de opname doen. Er zit toch zo'n cooldown op en dat is voor jullie vrij saai om naar te kijken. Dus ik ga gewoon deze stenen allemaal eventjes neerplanten. En dan wil ik graag van jullie vragen in de comments. Hoe zorg ik dat ik weer hout kan hakken? Dat ik een houten hakbel heb. Dat ik weer sticks kan maken. Zodat ik weer tools kan maken. Want ik kan het blijkbaar niet kopen. En ik heb mijn laatste hout verspild.
Supernoob. Dat hoor ik heel graag van jullie. Opties, mogelijkheden. Want dit moet natuurlijk zo snel mogelijk gefixt worden voordat David ons weer komt opzoeken en onze kippen komt vermoorden of een grote krater in het eiland ramt. Want ik ben er zeker van dat dit het werk is van meneer Harms. Dus dat. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het weer een leuke aflevering. Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende aflevering weer. Dus zoals altijd, vanaf hier. Ciao.